ga even kijken hoe die loopt. Ik hoop echt dat die weer goed loopt, want... Oh, dat vond je niet leuk, zeker. En Willet heeft laatst een ongelukje gehad, waardoor hij een tijdje... Ik zag het ook gebeuren, hij ging echt van voor en achter echt wel heel wijd. En dan maar gewoon eenmalig de schaar erin. Dus ik heb Dandy omgeruild. Dat ik denk ik een andere oplossing ga bedenken voor een van de sheds. Oh, jullie zien helemaal niks. Hi, liefheid. Hey, Dandy boy. Nou, Winnetou staat daar achter in de stoel, maar die zien jullie niet, want het is veel te donker. Een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 20 december en ik ben vandaag op werk. Het is nu 8 uur, dus ik ga even snel andere schoenen aan doen, want ik heb mijn slippers nog aan en dat gaat er natuurlijk niet worden. Dus ik ga even mijn schoenen aan doen, ga ik even werken en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, ik ben ondertussen klaar met werken en het is echt wel de hele dag door aan het regenen. En Willet heeft laatst een ongelukje gehad, waardoor hij een tijdje, nou ja, een paar dagen niet helemaal zuiver liep. Hij is een beetje in de spagaat gegaan toen er een beetje sneeuw lag. Dus ik ga even kijken hoe die loopt. Ik hoop echt dat hij weer goed loopt, want pas op, Ben. Hij liep niet helemaal lekker. Dus, moet kijken hoe vies die is. Zelfs een hele bles is weg. Ben je naartoe, kom eens. Kom. Ga je nou echt mijn challenge geven om alles weer met één hand te doen? Oh, dit is best een leuk filmhoekje zo, Ben. Hé. Hey. Kom, schat. Binnen, Benny. Kom. De halsgrond. Ja, jij wil eten, hè? Jij wil eten, schat. Nou, Ben. Ga even kijken hoe je loopt. Goed. Kom maar, jongens. Oké, let er niet op hoe vies Win is. Hallo, mijn camera. Kom. Maar gewoon eventjes om te kijken hoe je loopt, Win. Oh, kom. Goed zo. Winnetou is afgevallen, valt mij op. Nou, ik zie er zo op de linkerhand. Ziet er niet heel veel aan, eigenlijk. Win, kom. Dus galop. 1, 2, kom. Hop, kom. Goed zo. Goed, en ho, van kant veranderen. Heel goed, schat. Heel goed, schat, en de andere kant. We zien niet eens meer dat jij een bles hebt. Nee. Dit spelletje gaan we dus niet doen, hè. Andere kant. Winnetou. Kom, terugkomen. Goed zo. Goed zo. Oh, nee. Blijf staan. Rechtsom, kom. Nou, gelukkig maar. Ik denk dat ik al weet waar het aan ligt, maar dat ga ik jullie zo binnen even vertellen. Doe deze kant nog even een galopje. Ben, pst, kom, hap, kom, hap. Goed zo. Jullie zien ook niet heel veel meer, want er zit volgens mij een hele grote regendruppel op de camera. Kom, pst, hap, hap. Nee, ik zie er zo, zie ik er eventjes niet, niks geks aan, gelukkig maar. Hap, kom, hey, kom, pst. Hij begint nu een beetje te lopen, hoor. Oh, volgens mij zien jullie helemaal niks, omdat de camera's beslagen. Kom. Pst, pst, pst. Goed zo, kom. Kom. Pst, pst. Ja, hap, 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 hap. Goed zo, kom. Hap, hap. Pst, 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 pst. Juist, dat ja. En kom maar. Goed zo, jongen. Kom, gaan we naar binnen. Genoeg de hele dag in de regen gestaan, hè? Oh, dat vond je niet leuk, zeker. Kan je nog lachen dan? Is mij niet meer, hè? Miep. Pomproef. Oh. Pak hem. Oh, jongens. Vlogmas is niet goed voor mijn camera. De camera heeft al zoveel water en ijzer gezien deze week. Dat is niet normaal. Win, vier kont aan de kant, alsjeblieft. Dan kan ik de luis. Dikke kontje, kom. En Winnetou, die heeft hele gevoelige hoeven. En ik heb het volgens mij in de vorige video ook al verteld. Hij heeft dus een tijd op de hoefijzers gestaan. Toen was één ijzer eraf. Toen heeft een andere smid zijn andere ijzer eraf gehaald. En toen stond hij een paar weken zon en dat ging eigenlijk heel erg goed. Daarom hebben we besloten Winnetou van de hoefijzers af te laten. Alleen toen zei mijn hoefsmid al van Megan, waarschijnlijk als het binnenkort gaat vriezen,
dan gaat hij waarschijnlijk weer heel gevoelig lopen. Omdat dat natuurlijk pijn doet aan zijn hoeven. Omdat het dan weer heel hard is. En hij is toen is hij best wel een beetje uitgegleden in de sneeuw. Ik zag het ook gebeuren, hij ging echt van voor en achter echt wel heel wijd. En ja, dan kun je je afvragen, waarom doe je de paarden dan naar buiten? Nou ja, je gaat je paarden niet een week opsluiten. En wij bieden niet de mogelijkheid om alle paarden apart of samen in de paddock te zetten. Of in de rijbak, want dan lopen ze natuurlijk de hele bak naar de, je weet wel. Dus, daarom hebben we de paarden gewoon in de wei gezet. Met heel veel hooi, zodat ze dat, dat hooi ook zeg maar, naar de wei toe lokte. Alle paarden deden het, alleen hij moest weer over het besneeuwde stuk. Nou, daarna liep hij niet helemaal goed, gewoon heel stijf. Dus ik vermoed gewoon dat hij ja, daar spierpijn van heeft gehad. Dat is logisch, als je zelf onderuit klapt, heb je ook spierpijn en in de binnie. En in combinatie met dat het natuurlijk best wel heel hard was. Want in de paddock waren best wel harde stukken met zijn hoeven. Dus ik denk dat dat de reden is dat hij gevoelig liep. En wat ik al zei, ik vind hem nu gelukkig weer helemaal goed lopen. Dus dat is echt wel nou, een, ja, daar ben ik echt wel opgelucht van. Dus vandaag hebben we de paarden nog wel vrij, want het is ook aan het regenen. Ik ben zelf ook nog niet helemaal lekker. Ik vind eigenlijk dat een haar in mijn shirt. Ik vind eigenlijk dat ik al best wel weer snel opgeknapt ben. Als je ziet hoe ik er gisteren bij was. Maar ik heb even een dilemma. Kijk maar eventjes mee. En toe. Waar is jouw bles? Waar is jouw bles? Ze zijn helemaal vies, hè? Het is helemaal vies gehad. Oké, okay, nou. Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk wel weten. Win, ga maar weer eventjes om met dat kontje van je. Kom. Hap, hap. Hey, Win, kom op. Hoort ze. Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten, is dat Win het zo'n maxeem heeft. En helaas is het hier op stal wel erger geworden, want hij stond natuurlijk eerst op het Paddock Paradise. Het hooi of het ruwvoer wat hij daar kreeg was heel arm. Ik moet zeggen, hier hebben we ook nu, dit is best wel arm hooi. Maar zodra Winnetou dus te veel suikerrijk hooi krijgt met te veel eiwitten, gaat hij dus schuren. Nou ja, en je ziet het al, hij heeft gewoon de afgelopen, nou eigenlijk de laatste maand van het zomerexame seizoen, heeft hij zijn hele maanden hier eraf geschuurd. Win, ga eens om, kijk. En ik vind het echt, ga eens om. Ik vind het heel lelijk dat hij nu zo'n hap heeft. Dus waar ik over na zit te denken, is om te wachten dat dit iets langer is. Dat dit eigenlijk zo hangt. En om hem dan een sportkoep te knippen. Of in ieder geval wachten dat dit een beetje deze lengte heeft. Dat dit zo plat hangt. En dan maar gewoon eenmalig de schaar erin. Zo, dat het gewoon weer kan aangroeien. Want ik vind dit... Oh, ik krijg hier echt jeuk in de handen van. Ik kan er niet naar kijken. Dus ik denk dat ik het van de week even lekker een keer goed ga wassen. Vlechten erin. Ja, dan maar hopen dat dit aangroeit. Ik weet ook niet of er supplementen voor zijn. Volgens mij wel. Dat de haargroei een beetje stimuleert. Maar dit is gewoon zielig. Dit is gewoon echt zielig. Kijk nou. Dus, dat is eventjes een beetje mijn dilemma. Wat betreft Winnetou zijn kapsel. Dus ik heb Dandy omgeruild voor een varkentje. Dandy, wat ben jij vies? Oh, 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 oh. Nou, ik laat het deken maar wel om. Dandy is hieronder. Hij is gewoon droog hieronder. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Want als ik deze deken nu afdoe, dan droogt hij niet meer. Door zijn temperatuur droogt hij wel op. Dit moet je trouwens nooit doen als je paard onder de deken nat is. Want dan gaat het dus broeien. Dat is dus niet goed. Maar ik heb gevoeld dat hij is hier onder helemaal droog. Dus dat is top. Stalletjes zijn op slot. Weet het ook. Het is niet de eerste keer dat Winnetou uitbreekt. Hé, schat? Hé, schatje? Niet de... Oh, Winnetou. Het is niet de eerste keer, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet, hè, Winnepin. Kijk, zo zie je het ook wat beter zijn maan. Ik vind het gewoon echt, echt zonde. Oh, waarom moet je nou weer door dit kleine vak doen? En dan zijn we even aangekomen bij dit tuig van de regel. Ik ga even kijken of mijn camera wat lichter kan, maar ik ben er bang voor. Ik ben bang dat we het hiermee moeten doen. Ik ga jullie eventjes bijpraten, want... Ik kan me voorstellen dat niet iedereen elke vlog van mij ziet, van Vlogmas. Voordat je misschien alleen deze video ziet. Mijn plan was dus, ik had heel veel leuke ideeën. Ik had een Shetland makeover op het plan staan. Nou ja, toen ging het vriezen. Nou ja, je gaat die ponies natuurlijk niet de staarten was zoals het vriest. Ik had het plan om te springen, zowel met de ponies als de grote. Maar ja, bak bevroren, dus dat ging allemaal niet. Dus ja, die video's
die houden jullie nog van mij te goed. Ik speel hier met mijn eigen leven. Diablo, die gaat mij zo dekken volgens mij. Wie is het nou weer? Ja. Auw. Je mag niet op mijn rug gaan staan. Dat mag niet. Hé. Hey. Dat weet je nou toch wel? Dat je niet op mijn rug mag staan. Oh, dat is eng. Dat is eng. Dat was niet leuk. Kom eens terug. Is goed, kijk. Nee, Diablo, het is niet eng. Diabi? Ik denk ook echt dat ik voor een nieuwe camera moet gaan kijken. Dat ding is de hele tijd onscherp. Ja, nu toevallig even scherp, maar het duurt niet lang voordat hij weer onscherp wordt. Misschien als ik mijn hoofd stil houd, dat hij het doet. Maar het heeft gewoon met iets te maken dat ik denk van... Ja, ik ga het in een andere video eventjes met jullie er uitgebreid over hebben. Want ik merk nu, mijn camera die werkt niet mee. En als ik het jullie vertel, wil ik het jullie goed vertellen. Maar ik ben van de week wel op een andere gedachte gekomen. Maar goed, dat wat ik zeg, die video komt denk ik volgend jaar. Met mijn hele gedachte erachter waarom ik dus geen verzorger ga nemen, Diablo. Omdat... dat ik denk ik een andere oplossing ga bedenken voor een van de chats. Ja, maar goed, dat komt denk ik in een andere video. Ik moet niezen, voel ik. Ik ga nu naar huis, want vandaag is er dus nog geen vlog online gekomen. En het is al bijna 4:30, 5:00, dus ik moet echt wel een beetje... Oh ja, ik moet echt wel een beetje gaan opschieten. Want ik wil niet een keer die video om 8:00 online hebben. Nou, ik wou jullie de pony's laten zien, maar dat gaat niet. Het is al best wel donker. Misschien met mijn zaklamp. Wacht. In de spotlight. Oh, Donna vindt de zaklamp niet zo heel leuk, zie ik. Hé, hey, is goed het er wel? Hé, hey, het is goed. Ja, jongens, dit is echt winter. We moeten het er eventjes mee doen. Donna snapt het niet. Kijk, de pony's staan daarachter. Ja, Don. Lekker aan hun hooinetje. Jongens, doe nou niet zo schuw. Ik ben het. Diego die haat regen. En ik baal wel dat ik niet meer van de chats tot nu toe heb gevlogd. Maar die video's die komen echt online, jongens. Dat beloof ik. Vooral met Diego en Boots. Want die hebben jullie nog helemaal niet zo heel veel gezien. Maar ja, jullie snappen ook wel hoe ze er nu bij staan. Dat ik dan niet echt heel veel kan gaan doen. Dus die video's die komen echt online. Dat beloof ik jullie. Ja, jij hebben ze al gezien. Jou hebben ze ook nog in één keer gezien, Tuttebel? Nee. Dus... Die houden jullie van mij te goed. Ik ga nu, oh Diablo, snel naar huis. Oké, dit is heel gewaagd. Jullie staan op een toilettasje met een pot scrubgel. Heel scheef en heel wankel. Maar goed, ik heb iets gekregen. Ik ga niet zeggen van wie. Want misschien als er iemand kijkt dat hij de link legt dat hij het ook gaat krijgen. Dus, dat ga ik even niet doen. Ik heb dus iets gekregen van Rituals. En dat wil ik jullie wel even laten zien. Ik hou echt van de Rituals. Ik vind het zo lekker ruiken. Maar ik vind het ook altijd heel jammer om het open te maken en echt te gaan gebruiken. Ben ik de enige. Dit is Sauvage Garden. Even kijken. Handcreme en handwas. Nu willen jullie natuurlijk ook even zien, hè. Snap ik. Ik heb het al. Nou ja, in hoeverre ik kan ruiken. Gewoon roken en hij ruikt heel lekker. En deze. Ik bewaar ook altijd die doosjes. Ja, deze dan niet. Ik heb ook gewoon de muts nog op. Ik kom echt zo rechtstreeks uit werk. Zo snel mogelijk naar huis om dit op te nemen. Voor jullie deze video online te zetten. Want wat jullie vandaag zien is ook echt vandaag gefilmd. Dus echt live. Kijk, hoe een mooie doos. Ik vind het echt mooi. Ik heb in een andere Rituals doos heb ik al mijn nagellakjes staan. Dus tip, bewaar deze doos. Ik vind ze echt heel mooi. Mijn hand is bijna niet eens zo breed, joh, om hem open te maken. Oké, wacht. Er zit dus een papiertje in. En dan kan ik mijn hand op de kaars. Anders is het dadelijk weg cadeau. Kijk. Van Rituals. Ik ben vandaag wel helemaal aan het rood. Zie ik. Leuk, hè? En deze ruikt ook echt zo ontzettend lekker. Lof. It. Echt heel lekker. Maar goed, deze zoek ik eventjes onder mij. Want ik was van de week bij de Applejack.
En daar had ik een jas gekocht. Maar ik was gisteren of eergisteren, ik weet niet meer wanneer, voelde ik me zo beroerd. Ben ik niet meer aan toegekomen om jullie die jas te laten zien. Ik heb mijn haar trouwens niet geknipt. Het zit in zo'n knot. Dus ik dacht, ik ga jullie eventjes meteen even die jas ook laten zien. Nou ja, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Ik heb hem niet zelf gekocht. Ik heb hem van mijn vader gekregen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb deze jas gekregen van mijn vader van het merk Kuur. Hele mooie, lange, dikke en vooral warme jas. En ik vind hem eigenlijk te zonde om hem voor de paarden te gebruiken. Dus ik denk dat ik hem gewoon voor zorg houden of voor het lesgeven. In ieder geval, ik denk niet meteen echt voor op stal. Want dat vind ik eigenlijk best wel zonde. Alleen, ik moet even opletten dat ik niet meteen die rits weer kapot trek. Want ik had hem laatst eens één keer thuis aan. Toen sloeg me weer die rits dicht. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat dit kaartje er nog tussen zat. Dus ik moet hem echt heel goed van me af doen. Ja, zie ik gewoon weer, hè. Waarom heb ik dat bij jassen? Ja, ik kan dus verder dicht, maar dat doe ik nu even niet. Maar ik ben gewoon echt bang dat die rits er weer tussen komt. Ik moet hier gewoon eventjes handig in worden. Kijk, dat is echt een hele mooie jas. Ook met mooi oranje en goud. Echt een hele fijne jas. Maar wat ik zeg, ik hoop dus niet dat bij deze jas ook elke keer de rits er tussen slaat. Want daar krijg ik gewoon echt de kriebels van. Ook heel erg mooi met dat goud. Dus super mooie jas. Heel erg blij mee. Die jas is ook warm. Ik weet niet of het takken nu in één keer zo spaans. Maar nou, ik krijg hem toch nog niet helemaal lekker ben of door die jas. Oh, maar goed. Ik ga heel snel deze video editen. Want ik wil hem echt zo snel mogelijk online hebben. Want jullie hebben natuurlijk al wel best wel lang moeten wachten vandaag. Dan ga ik nog hierna snel twee video's opnemen. De roddels bevestigen en of ontkrachten en de Q&A. En dan zie ik jullie hopelijk gewoon morgen. Oh nee, dat zeg ik nu al. Morgen komt de video dus ook wat later online. Want ik ga het niet redden om 3 video's nu te editen. Dus morgen komt er een video online. Maar dus wel weer iets later. Dus sorry daarvoor, maar ik kon het ook niet plannen. Tot ik weer griepje, verkoudheidje, hoe je het noemen wil, tussendoor kreeg. Die kreeg ik er gewoon zeg maar gratis bij. Zo gratis bij de jas. Dus, oké, hij gaat goed open. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei.